Welkom op KFC ITV met deze week een wedstrijdverslag van BS Poperingen tegen KFC Isegem en een wedstrijdverslag van de U9 reeksen EF tegen Kortemark. Isegem trok naar het veld van startploeg Poperingen in de wetenschap dat het een mooie zaak kon doen in het klassement. Trio de Welle komt deze middag uit in Harelbeke en Gent Zeehaven verloor op zaterdagavond tegen Winkelsport. Bij Isegem geen geschorste vervak en Merier moest afhaken na de opwarming. In hun plaats kwamen Van Dille en Hatsch aan de aftrap. Isegem trok van beide aftrap naar het Poperingse doel. De voorzet Kogge, de bal belandt bij Hatsch, maar zijn schot mist de juiste richting. Nog steeds in de openingsfase, een nieuwe Isegemse voorzet. De bal wordt afgeweerd in de voeten van Dutrie, die kan uithalen van net buiten de 16. Na een tiental minuten kan de thuisploeg voor het eerst de neus aan het venster steken met een schot van op afstand. Even later nieuw gevaar van Poperingen. Maar Verhoten had goed plat op dit lage schot. Een kwartier gespeeld, vrije trap van Doornen. Kogge kan de bal terug voorbrengen. Maar de bal wordt weggekopt. Net geen half uur gespeeld, een hoekschop Poperingen. En de scheidsrechter fluit voor handspel van Olivier. Hevig protest bij Isegem dat gewacht maakt van een aangeschoten bal. In de herhaling zien we echter dat Olivier inderdaad de bal meeneemt met zijn arm. Het is Sarrazijn die de strafschop feilloos omzet en Poperingen op voorsprong brengt. Even later komt Isegem goed weg naar een Poperingse hoekschop waarbij net niet kan ingekopt worden. Toch komt het zowaar op een 2-0 achterstand. Het uitverdedigen wordt onderschept. En Jeremy Bronny begint aan een solo die hij succesvol kan afronden. We krijgen een iets heviger Isegem te zien met een voorzet van Olivier en een doelpoging van Hatsch. Een vijftal minuten voor rust met een vrije trap van Van Doornen. Poperingen is nu vooral gevaarlijk via de counter. We zijn in de slotminuut, een verre ingooi van Olivier. De doelpoging van Dutrie wordt afgeblokt met de hand. En Isegem schreeuwt nu om een strafschop. Maak zelf uit in de herhaling of dit om een aangeschoten bal gaat. Op de hoekschop die volgt kan Kogge nog inkoppen, maar mikt naast het doel. We gaan rusten met een 2-0 achterstand en tijdens de rust was het al duidelijk dat trainer De Vos Verzelen en Populier zou laten starten aan de tweede helft. Dit in plaats van Labie en Van Dille. Poperingen liet het balvoordeel aan Isegem, maar was toch de meest dreigende ploeg in de tweede helft via de tegenaanval. 20 minuten gespeeld en er was een goede Verhoote nodig. Of de wedstrijd was gespeeld. Ondanks de meer aanvallende opstelling in de tweede helft kwam Isegem tot geen uitgespeelde kansen.
We noteerden enkel een doelpoging van de drie en een gekrachtschot van Populier die echter geen gevaar opleverden. De meest gepasseerde verdediging en bevordering gaf vandaag geen krimp. Een poging van Hutch kon ook verhinderd worden. Poperingen liet na Isahem de doodstik te geven, maar deze kon daar echter geen voordeel uit halen. Het was wachten tot in de slotminuut voor de beste kans van Isahem. Dit na een hoekschop trapt Wittezalen van dichtbij hoog over. Het is duidelijk dat Isahem dit seizoen geen punten zal meebrengen uit de Westhoek. Na de nederlaag op het veld van Ipper verliest het dit seizoen voor een tweede maal. Voor onze laatstejaarsduiveltjes reeks E stond dit weekend een thuiswedstrijd op het programma tegen Kortemark. De wedstrijd begon grotendeels gelijk op hand en het was dan ook wachten op een eerste echte doelpoging. Deze kwam er van Isahem met een schot vanuit de tweede lijn. De verdedigers bleken in de beginfase sterker dan de aanvallers en beide doelmannen kregen vooralsnog weinig werk op te knappen. Na een tiental minuten spelen ingooi voor Kortemark. De bal wordt doorgekopt en de vrijstaande speler kan de 0-1 binnenprikken. De reactie van Isahem kwam er via een vrije trap. Na de onderrichtingen van trainer Christophe de Smet wordt de bal naar de tweede paal gespeeld. Maar de reactie van onze aanvallers is niet alert genoeg. Dit was echter maar uitstel, want na een persoonlijke actie via de flank van Mathieu Vervaken kan de gelijkmaker gescoord worden. Isahem kreeg wat problemen met het uitvoetballen van achteraan en zo kon Kortemark enkele malen voor gevaar zorgen. Onze rood-zwarten kwamen nog dicht bij een mooie kans na een ingooi en een schot van op grote afstand die net naast hing. Isahem kwam goed weg na een hoekschop en een doelpoging die in het zijnet belandt. Isahem was het gevaarlijkst op de tegenaanval. Maar de doelpogingen misten voorlopig nog het doelkader. Naar het einde van de eerste helft toe was het Kortemark die voor het meeste gevaar zorgde en tot 4 maal toe werd het Isahemse doel bestookt, doch zonder gevolgen. De laatste kans voor de rust was voor Isahem. Wederom via een snelle tegenaanval. Maar de bezoekende doelman kan de doelpoging stoppen. Zo bleef de ruststand 1-1. In een betere tweede helft van Isahem kon het toch de partij naar zich toe trekken en sloot de wedstrijd af met 4-1 winst. Doelpunten in de tweede helft waren van Raphaël Verkammen, Jonas Bouquet en Gilles Sainz. Hey jongens, hey, dat is die vastzetten, verdedigen en elkaar helpen en voetballen. Minder spannend ging het eraan toe in de wedstrijd van onze laatstejaars Duivels reeks F, die aan de rust reeds met 5-1 voorsprong leidde.
Het was achter Kortemark die zijn weerbaarheid toonde. En vroeg in de tweede helft de achterstand kon verminderen. Het was duidelijk dat de grote voorsprong aan de rust voor wat concentratieverlies leidde bij de rood-zwarten. Want zelfs na het tegendoelpunt werd hier een kans op een schoteltje aangeboden. Na een vijftal minuten spelen toch Isehemse reactie. En het is Matthias Corneille die de 6-2 op het bord plaatst. Isehem ging nog even door en kon opnieuw dreigen na een vrije trap. Maar nu kent het pech met een bal tegen de paal. De bezoekers lieten achter het hoofd niet hangen nadat er een eerste kans nog werd gestopt door onze doelman, kon het kort na elkaar twee doelpunten scoren. En zo kwam er terug spanning in de wedstrijd. Trainer Jason Bart voerde wat positiewissels door en stilaan werd Isehem terug de betere ploeg. Een speciaal moment was er voor Thibaut Delobel die in zijn eerste wedstrijd voor KFCI reeds een doelpunt kan scoren. Kortemark kon de tussenstand nog op 7-5 brengen. Toch was het Isehem die het einde van de wedstrijd domineerde. Thibaut Delobel blijkt een neusje te hebben om doelpunten te scoren. Want na zijn eerste treffer kan hij nu na eventjes aandringen zijn tweede van de morgen tegen de netten prikken. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd kwam er achter van Senna de Wolf, die een mooie Isehemse combinatie succesvol kan afronden. De wedstrijd is nu al gespeeld voor Isehem en Wolf Bergeman kan de 10-5 op het bord plaatsen nadat hij ook in de eerste helft al 2 maal scoorde. De andere doelpuntenmakers in de eerste helft waren Zeno Kerkhoff en 2 maal Senna de Wolf. Ten slotte nog de kalender voor volgende week. Op zondag 27 november speelt KFC Isehem een thuiswedstrijd tegen VC Wingene. En dit om 14:30. En op vrijdag 25 november en zondag 27 november, net voor de aanvang van de wedstrijd tegen Wingene, is er een etentje in de kantine van KFC Isehem. Het inschrijvingsformulier is te vinden op de KFCI website. Dit was het voor deze week. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.